Ja. We hebben zometeen een interview met mevrouw Angelique de Castillo van Democratisch Alternatief 91. Mevrouw Angelique de Castillo. Goedemiddag, hoe gaat het ermee? Hoe is het mee? Hi, go, Angelique. Ja, hoe gaat het, Owen? Witte. Oké, dat is goed om te horen. Oké, dat jullie ook goed, hè? Ja, man. Mooi. Mevrouw Angelique de Castillo heeft een artikel geschreven op 20 november jongstleden in Staatnieuws. Ja? Over het profiel van waaraan een kandidaat DNA-lid zou moeten voldoen. Ja. Welke reacties heeft u gekregen? Heeft u daar reacties op gekregen? Ja, ik heb reacties op gekregen. Natuurlijk hebben we reacties gehad van veelal positief met mensen die zeggen dat is daadwerkelijk nodig. Ja. Dat er een duidelijke standaard is voor elk instituut. Want we klagen continu dat het instituut niet voldoet. Weet je, dat we ons niet goed gerepresenteerd voelen. Dat het beleid niet goed tot stand komt en begeleid wordt. Dan moet je naar de voorwaarden, de standaarden gaan kijken. Dus daar is men wel positief over. Daarnaast hebben we ook mensen gehad die hebben opgevraagd om het zelf te gaan bestuderen. En we hebben ook met hun gedeeld. Er zijn ook organisaties die ook al bezig zijn om profielen vorm te geven. Die ons hebben gevraagd als ze het ook mogen gebruiken. En we hebben het ook voor hun gestuurd. Want wat dit betreft zeggen we, je moet het niet weet je, voor jezelf alleen houden. Je moet het delen met iedereen, want het is in het belang van Suriname. Dat niet alleen de DA91 standaarden hanteert, maar eigenlijk de volledige politiek zou die standaarden moeten hanteren. Willen we goede instituten krijgen. Ja. Dus, en natuurlijk zijn er ook mensen die de vraag stellen, ja, maar hoe ga je ze vinden? Die vraag is er zeker ook. Ja, toch? En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar waarom gooi je het open? Heb je niet genoeg kader in je eigen partij? Dus dat soort zaken hebben we allemaal wel gehoord. En we zijn met de mensen natuurlijk in gesprek gegaan. Want het is niet het gebrek aan kader, maar het is wel het gebrek aan vertrouwen in de politiek en toegankelijkheid tot deze posities. Omdat in onze democratie je alleen via de partij, de politieke partij, kandidaat gesteld kan worden. En wij overtuigd zijn dat er in onze partij kader is. Maar in onze samenleving is er ook nog kader dat zich niet politiek gelieerd heeft nog. Maar als ik kijk, maar als ik het profiel doorneem, sluit u niet de gewone arbeider uit op deze wijze? Kijk u, ik ga u zeggen, en dat moeten we wel eerlijk zeggen. Ja. Wij als DA91 moeten dat ook onderkennen. Elk instituut heeft een bepaald niveau. Weet je, want het is afhankelijk van het werk dat je verwacht dat ze verzetten. Het is ook daarom dat Suriname een systeem heeft waarbij we de DNA, de Nationale Assemblée, hebben. Dat is het nationale hoogste instituut van staat. Moet ons ook internationaal kunnen vertegenwoordigen, uitdragen. Maar daarnaast hebben we districtsraden en we hebben resortsraden. Dus voor elk ontwikkelingsniveau is er een plek waar je de samenleving kan uitdragen en kan dienen. Dat is niet uitgesloten. Iedereen kan een rol vinden die past bij zijn opleiding, ontwikkeling en vaardigheden. Want niets is erger dan wanneer je mensen in een positie plaatst waar ze niet op berekend zijn. Zij worden er zelf ongelukkig van, al geven ze dat niet toe. Maar erger nog, de samenleving wordt er niet beter van. En wij willen juist dat die samenleving er beter van wordt. Dus we hebben geen keus. En ik denk dat de mensen dat ook begrijpen wanneer we met ze praten. We leggen ze uit. Het heeft niets te maken met uitsluiting. Want het belangrijke van een profiel is dat als je er naar kijkt, en het is publiekelijk bekend, dat je er naartoe kan werken. Dit is mijn aspiratie. Dan is dit wat ik moet hebben. En dan werk je er naartoe. En ben je in de partij bij ons, dan werken we samen met je er naartoe. Dat je op het niveau komt. Als je aangeeft, dit is mijn ambitie. Ben je buiten de partij en je weet, dit is het gangbare. Dit is wat nodig is om mijn werk goed te doen. Dan ga je inzetten. Zo deden wij dat ook toen we naar school gingen. We zeiden, we willen advocaat worden. Wat moet ik dan studeren daarvoor? Ja, weet je, dat is hoe dat hoort te werken. Oké. Okay. Owen, heb je een vraag voor mevrouw Angelique de Castillo? Ja. Ik was erg blij met haar artikel. Met dat profiel wat je moet weten van tevoren. Ik maak me een beetje zorgen over in het algemeen in Suriname, hoe makkelijk men denkt, iedereen kan alles, als je schreeuwt dat je het kan. Onzin. Ja. Opleiding, ervaring, integriteit. Dat zijn drie dingen
bovenop de basisdingen, moraal, fatsoen, respect voor wet en recht. Maar ik ga iets verder, want ik ben dus erg blij met dit van Angelique en de jaar 91, maar ik ga iets verder. Namelijk, we weten van tevoren de kandidatenlijst parlement. We kunnen ook van tevoren dus maken een kandidatenlijst regering. Elke politieke partij kan een lijst maken, kandidatenlijst, wie ministers, nominatie op minister, nominatie-president, nominatie-vicepresident. Dat betekent dat je gecombineerd de profielschets kandidatenlijst regering geen andere mensen kan toevoegen na de verkiezingen, zodat de kiezer voor de verkiezingen weet welke personen ministeriabel zijn en welke personen president-vicepresident kunnen worden. Dat is de enige garantie om te voorkomen dat je weer familie en vrienden hebt naar de Hoe kijk je er tegenaan, Angelique? Nee, Owen, het klinkt als iets dat zeker zeer strevenswaardig is. En ik moet zeggen, jij zegt het nu, maar er zijn meerdere mensen die dat ook onder onze aandacht hebben gebracht. En hebben gezegd, is het niet mogelijk om ook het kabinet zichtbaar te maken? Natuurlijk. En natuurlijk zijn wij willen zo transparant mogelijk zijn. Maar het punt is ook dat we ook moeten meenemen dat na de verkiezingen het geen garantie is dat die personen het worden. Omdat er ook weer, als je een regering gaat vormen, je weet niet wie waar terechtkomt. Maar wat wij zeker willen garanderen, is dat daarom beginnen we met de profielen. Omdat we zeggen, de profielen moeten een standaard zijn. Dat ongeacht wiens naam je noemt, die persoon daarin moet passen. Want het punt is met namen noemen, Owen, is dat soms mensen nog voor ze daar aankomen, compleet gefileerd worden met leugen, laster, niemand weet halve waarheden. En je dan zoveel tijd kwijt bent om dat te gaan corrigeren, dat je niet tijd meer hebt om die campagne te voeren. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Natuurlijk. Maar daarom zeggen wij, begin bij het profiel. Begin die standaard en dan moet het volkje aan die standaard houden. Mm-hmm. Toch? En dan is dat tenminste al zichtbaar. Maar ook als je in onderhandeling gaat, want wij zijn ook niet meer voor verkaveling van die overheid, van die regering, dat het wordt dit ministerie is van jou en jij doet daar wat je wil en je plaatst wie je wil. Maar die standaard moet overal gelden. En dan kan het volk op die manier reeds een zekere garantie hebben van het type persoon die in de functie benoemd wordt. En het volk kan dan ook daar afrekenen en controleren. Doen ze het wel of vervallen ze weer? Verlaten ze dat? En dan heb je wel wat te verantwoorden natuurlijk. Maar als je gefileerd moet worden, heb ik liever dat je voor de verkiezingen fileert. Want dan kan je nog erachter komen. Owen, je kan heel goede mensen verliezen aan dat fileren. Mensen hebben niet graag een modderstroom over zich heen. Vooral mensen die zich hun leven lang eerlijk en oprecht hebben ingezet. En dan wanneer ze als gevaar gezien worden door de politieke slagers. Weet je, afgemaakt worden. Weet je, en dat is wat veel mensen afschrikt. Als je integer bent en goed functioneert, hoef je toch nergens bang voor te zijn? Nee, je hoeft nergens. Ik ben het helemaal met je eens, Owen. Ja. Maar ik weet hoe het is wanneer men leugen en halve waarheden over je heen uitstort. Ik persoonlijk heb niet voor niet 2 jaar gewacht voor ik me kandidaat stelde als voorzitter van de partij. Omdat ik wist dat je heel sterk mentaal moet zijn. Terwijl je weet dat je niets misdaan hebt. Gaat men overal en probeert je continu in die goot te trekken. En heel wat mensen hebben daar geen zin in. Ze hebben daar geen zin in. En als dat ze te wachten staat, al 6 maanden voor de verkiezing, dan zeggen ze eigenlijk van nee, je moet mijn naam niet noemen. Maar gebeurde dat ook binnen uw politieke partij? Bij ons, weet je, ik ga u zeggen, bij ons is dat niet zo schering en inslag. Misschien is dat een van de voordelen van wat men noemt kleine partijen. Weet je, het zijn partijen die bestaan meer uit mensen die idealistisch zijn. En die dus niet per se vechten om de macht, maar vechten om iets te veranderen. En dan hebben we natuurlijk wel debatten en discussies met elkaar. Maar het gaat meer om de wijze waarop we zaken aanpakken. De verschillen van inzichten soms daarin. Van moet je wel dat doen of moet je dat niet zo doen? Maar niet op de persoon. Okay. Omdat dat ook een van onze standaarden is.
Oké, u heeft een aanzet geleverd tot een politieke vernieuwing via dit profiel. Denkt u dat andere politieke partijen dit voorbeeld zullen overnemen? Ik denk dat er zeker een aantal zullen zijn die dat gaan doen. Ik weet ook van organisaties, dus niet politieke partijen, maar politiek gerichte organisaties die met voorlichting et cetera bezig willen zijn met bewustwording, dat die mij ook al benaderd hebben om er, als ze er ook gebruik van kunnen maken. Dus ik denk dat er wel een zekere stroming op gang komt in Suriname om de kiezer bewust te maken dat dit in het belang van ons allemaal is. Wat ik mij afvraag is of de politieke cultuur van politieke partijen, of ze al hier rijp voor zijn. Ja, dus ik kan me voorstellen dat u zich dat afvraagt hoor, omdat bepaalde, kijk vooral bij de traditionele politiek zitten sommige dingen zo ingebakken. Ja. En ook het idee van hoe je macht moet hanteren en weet je. Dus het is heel moeilijk voor ze om die verandering door te voeren. Maar de belangrijkste verandering moet bij de kiezer zijn. Als de kiezer het profiel overneemt, dan zullen politieke partijen daarop afgerekend worden. En uiteindelijk denk ik dat de kiezer de politieke partijen zal moeten corrigeren. Want de politieke partijen zijn een reflectie van wat de kiezer accepteert. Ja, precies. Want kijk, natuurlijk, als je het eens bent over het profiel voor de verkiezingen, dan gaan de kiezers je eraan houden na de verkiezingen. Exact. En dan word je kwetsbaar als politieke partij. Ja, ja, ja. Maar ja, het alternatief kennen we, familie, vrienden, en Suriname gaat naar de knoppen. Nee, maar ik denk dat veel Surinamers, weet je Owen, het is voor mensen ook zo dat als je helemaal op je bek gaat, dan ben je verplicht je ogen open te maken en goed uit je doppen te kijken, zoals we zeggen, waar je volgende stap zet. En ik denk dat met veel van ons als burgers van dit land, kiezers, gebeurd is. Een beetje teleurstelling, desillusie, maar tegelijkertijd het besef dat ze niet kunnen opgeven en dat het alternatief is hogere eisen stellen. Toch? En die eisen ongeacht wie het is. En ook in je eigen partij het ter sprake brengen. En zeggen we nou, we moeten andere mensen hebben, we kunnen dit niet brengen, want dit is waar de gemeenschap... Kijk, we hebben een hele prachtige campagne voor die kiesregelingwijziging gevoerd. We zijn voornemens dezelfde soort campagne hiervoor te voeren, zodat het echt bij de mensen gaat leven. Dit zijn fundamentele zaken. Weet je, bij ons gaat het erom, net wat ik eerder zei, niet alleen DA 91 moet het voeren, maar de hele samenleving moet het eiken. Zodat ongeacht welke partij, ze verplicht zijn mensen die in staat zijn het werk te doen, kandidaat te stellen. Ja, maar consensus blijft vooralsnog nog altijd een partijpolitieke aangelegenheid. Dus iets tussen kandidaat enerzijds en anderzijds de partij. Ja, maar de partij maakt de lijsten op. En de partij moet de kandidaten verkopen. En de kiezer moet besluiten erop te stemmen. En wanneer de kiezer zegt, ik stem niet meer voor mensen die niet eens hun eigen naam kunnen schrijven. En die nog nooit verder dan 5 kilometer van hun huis geweest zijn om in het parlement te zitten. En ik stem ook niet op mensen die reeds een strafblad hebben of ergens vanwege fraude zijn weggehaald. Nou, dan is dat gedaan, hè. Dan is het echt gedaan. Dan kunnen de partijen dat soort mensen niet meer op de lijst zetten. En elke keer als we een stap vooruit doen, iets een stukje verbeteren, is het voor ons als DA 91 een bijzondere overwinning. Want dat betekent dat we richting die nieuwe republiek, zoals we dat noemen, maar richting die tipping point naar een beter Suriname gaan. Nee, prima. Ik heb nog één wens die we later gaan bespreken als we zeg maar een paar maanden verder zijn. DA 91 ook gaat behoren tot de politieke partijen die een aparte minister diaspora-beleid garanderen als ze gaan regeren. Maar dat komt toch? Nee, oké. Okay. Zeker, Owen, gaan we het daarover hebben. Nee, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Angelique de Castillo. We zijn gekomen aan het einde van het interview. Okay. Dank u wel. We komen ook hierop binnenkort weer op terug en misschien ook weer bij u om hier verder over door te praten. Want het heeft alles te maken met politieke vernieuwing en integriteit van politieke partijen en de kandidaten die worden aangedragen. Dank u wel. Heel erg bedankt voor de gelegenheid. Dag, graag gedaan. Dag, Owen. Bye, bye. Oké, bye, bye. Ja, Owen. Ja.
Ik ben erg blij met deze motivatie van ADA 91. Profielschets. Aan welke eisen moeten ministers voldoen? En president en minister, vicepresident. Ja, ja. Nee, maar ook, ze mogen geen strafblad hebben. Dat wordt ook, ook door de VAP geroepen, door ieder wordt geroepen. Dus maar de praktijk is vele malen weerbarstiger. Ja, precies. En dus ik bedoel, als we goed kijken naar de afgelopen 10 jaar en nu ook weer. Ja, de president, de vicepresident. Dat is niet te geloven. Ja, dus kortom, we moeten dus meer gaan letten op wat je afspreekt, overeenkomt en vastlegt. En vervolgens dat je dat ook uitvoert. In Suriname stoort men zich niet aan afspraken, protocollen, wetten. Ja, nee, precies. Owen, ja.